Nogmaals, welkom bij Mr. Drive Drives. En heb ik er straks in mijn eerste video voor Londen beloofd dat we de 201 zouden gaan doen. Dat is even weer zien. We gaan lijn 68 rijden. Van Norwood naar Apsley. Als ik het goed uitspreek. Laten we eerst maar eens even... Ja, dit is een normale bus. Dit is gewoon met Ecolite. Ik weet het niet eens. Ik heb er gewoon één gekozen. This is fucking interesting. Oh, wat ik daar eraf moeten? Hé? Ja, dat is helemaal leuk dit. St. Julian's Farm Road. Ja, ik geloof je graag. Ik geloof alleen dat ik de... Ah, oh, zo. Hij is een beetje fel deze. Dus ik heb vanmiddag de Euromaster gereden. Oh, verdomd, hier zo. Nou ja, zeg. Oké. Okay. Even kijken, deze deuren werken wel anders. Hallo. Lovely ladies, piep. Oh ja, gaan piepen. Oké. Okay. Ja, ik heb deze lijn ook helemaal niet verkend, dus ik heb geen idee waar het heen gaat. 68 to Aldwych. Ja, dat dacht ik ook. Ja. Nord Bus Garage. We gaan in ieder geval naar rechts. Naar rechts, ja. Precies, dat bedoel ik. Ja, ik ben altijd als ik... Huh? Precies, juist, juist, juist. Ja, ja, ik maak weer een lekkere beurt hier zo. Een lekkere beurt is weer wat anders, een goede beurt, hè? Ja, kan op hetzelfde neerkomen natuurlijk. St. Julian's Farm Road. Deze rij ziet er het kort. Oh, nee, is het geparkeerd. Oké. Okay. Ik moet mezelf er gewoon even tussen gooien. Zo. Hoppakee. Ja, weet je. Je kan wat op deze map aan te merken hebben. En dat heb ik ook wel. Al zijn het geen ernstige dingen. Ik bedoel, het is geen nietsman werk, dus het is best oké. Okay. Maar het is wel heel erg uitdagend om te rijden. Ik bedoel, zulke situaties als ik hier nu tegenkomen ben, nu heb ik in Vlietland West Norwood Station. Nog niet meegemaakt. Komt waarschijnlijk ook bij dat dit gewoon natuurlijk voor mij geen gevoentenis frissen is, hè, dat linksrijden. Nou ja, kijk, dit is nou een van die dingen. Dan kun je zeggen van oké, dit had iets beter gekund hier links.
zichtlijnen iets beter. Hey lad, the wheels on the bus are supposed to go round and round, not fly off. Dus ik vind het altijd moeilijk om ergens te rijden waar ik nooit ben geweest. Oh my god. Sorry, ik moet nog een beetje met deze bus leren omgaan. Ik had hem eigenlijk in de baan hiernaast moeten parkeren, maar goed. Ik heb totaal geen bekendheid met deze route. Normaal gesproken verkend ik altijd de route voordat ik er een videootje van maak, maar vandaag even niet. Tenminste, deze keer niet. Straks heb ik 159 gereden en heb ik bijna uit mijn hoofd gedaan. Nou, ietsje, kijk, ietsje beweging in. Ik vind dit geen fijne bus trouwens, maar goed. En daar wordt het nog smaller. 68. Yes. To Aldwych. Yes, Aldwych, dat is het. Had het al meteen gezegd, muts. Ga je op me wachten? Nee? Jij wel? Oké, wat aardig. Ik ga rechtdoor zo te zien. Norwood Road, Robson Road. En een beetje naar beneden hier. Hij ruikt wat moeizaam deze. Kan ook aan een pantoffels liggen die ik aan heb. Excuses voor dat. Ja, ik heb deze. Ik wilde eerst een klein 201 rijden, zoals ik in mijn vorige video aangekondigd had. Maar die pakt een heel deel hetzelfde traject als 159. En ik dacht, laat ik even iets heel anders doen. En deze lijn die pakt een geheel nieuw stuk, of bijna nieuw. Ik ga er niet voor in staan dat alles nieuw is, maar... Ik vind die spiegel lastig, ik zit precies tegen die paal aan te kijken. Nou. Ik heb hier nog niet gestopt. Nou, wat gaan we wel merken? Aldwych. Yes. Stil nog maar te. Eerst gezelliger. Hey, driver. Hi. Hello again, driver. Hello again. Hope you're having a good day. Yes, very good, thank you. Morning, sweetie. Hello, driver. Hello. 68 to Aldwych. Nou, Manfred blijft zitten.
B&Q. Lancaster Avenue. Ik weet niet wat er stond. En er stond iets. Oké. Genoeg. Oh ja. Ja, komt u maar. Helemaal mooi. Kijk hier. Niet te ver uit de kant stappen, hè? 68. Yes. Yes. To Aldwych. Werkelijk. Tulse Hill Station. Je ziet hem voor wat rijden, ja. Blue. Ook goed. Ja, ik had eigenlijk de bedoeling om zo'n eindeldikke bus te nemen. Maar... Zo. Cool. Yes. To Aldwych. Ga gewoon maar rechtdoor. Moet je naar sprake van stoplicht, of niet? Oh ja, ik sta ernaast. Oké. Hello. Hey, how's it going? To Aldwych. Deronda Road. Die dame heeft trouwens best wel een lekkere stem. Daar kan je best wel een leuke voorstelling bij maken. Ik zal niet te veel in details uitweiden. Thank you.
68 to Aldwych. Yes, we knew that. Op ze reageren heel erg laat ergens op. Er zat gewoon een bumpje in de weg dat ik niet voelde, maar zij wel. Yeah. To Aldwych. Rosendale Road. Park here? Oops. Je hebt echt moeite aan deze car. And what time do you call this? My time. It's all about time, you know? 68 to Aldwych. Oh, we hebben weer een stukje wegopbreking. Brockwell Park. We gaan gewoon rechtdoor. Wel even stoppen. Ik vind de spiegels van deze bus waardeloos. It's impeccable! Nah, I'm very joking. Can you stop the bus, please? I want to get off before I throw up. Oh, yeah. Okay. And what time do you call this? How many times do I think of you? 68. Yeah. Two. Aldwych. En toen. Nou hier. Herne Station. We gaan het zien. Maar alleen ik hoef je niet te stoppen. Stop ik dan ergens anders? Of ben ik gewoon verkeerd gereden? Kan beide. Er gaat die zak er achter me staan. Ik kom hier vandaan. Oh, even gemist. Oké, hoe gaan we dat doen? Als ik me niet vergis, nou, dit ziet eruit alsof er niets aan de hand is.
Nou, dat ziet er daar wel goed uit. Maar is dit soms... is 201 kijk. En die ging hierin. Die heb ik namelijk wel een klein beetje bestudeerd. Sorry voor de detour. Oh, wacht even. Hey, I must say, your driving is impeccable. Nah, I'm only joking. Can you stop the bus, please? I want to get off before I throw up. This bus is on diversion. Please listen for further announcements. Ja, als je apparatuur hebt, moet je er ook gebruik van maken, hè? Kijk. Lucky me. Of had ik hier dan wel weer? Nou, misschien moet ik straks wel. Het zou helemaal lachertje zijn. Even kijken. Nee. Nee, we gaan die kant op. Tenminste, ooit. Kijk, dat was een verstandige keuze. Als jij nou even blijft staan. Dan kan ik hier weer geen stoplicht zien. Maar ik vind het prima. Ja, we kijken nog even. Met je rode stoplicht. Oh, kijk nou eens. Back on track. Oh, hello. En echt, zoals ik al op andere video's zei, ik heb mijn... 68. Ja, dankjewel. Aldwych. Goed dat je hem nog even bij zegt, anders had ik het vergeten. Ik heb mijn traffic density dus echt laag staan hier, dus... Zie je nog steeds dat het behoorlijk druk is. Stom maar getikt de hele tijd.
1968 to Aldwych. Frankfurt Road. Frankfurt Road? Frankfurt Road. We are in a German neighborhood, I guess. Hello. Where did you buy your watch? The Disney shop. 68. Hello there, driver. To Aldwych. Hello. Nah, I'm very joking. Can you stop the bus, please? I want to get off before I throw up. Neem een zakkie. Vliegtuigen hebben ook kotzakjes. Hello. To Aldwych. To Aldwych. Dat kan niet. That was close. No. Deep Dean Road. It wasn't close. Dude, how Maybe you should stick with Scalectrics, mate. Yes. To Aldwych. Blanchdown. We zijn in Londen, dus zover ben ik nog steeds, maar waar in Londen? Ik ben er ook een hele tijd niet meer geweest, om precies te zijn 46 jaar. In Londen was ik 6, dus 68 to Aldwych. To
Toen had je nog van die open dubbeldekkers, ja, niet aan de bovenkant, maar aan de achterkant. En dan kon je gewoon opspringen. Dus je dacht van nou, ik wil een stukje mee. Dan... Champion Hill. Dat is inderdaad een heuveltje. Ja, zij staat wel in. Dat ging erg. Ondanks dat ik een beetje ver weg van de curb ben gestopt. Ja, dat hoor je als ik te snel mijn gaspedaal trap, terwijl de deuren nog aan het sluiten zijn. King's College Hospital. Buslijn. Er staat iets op de buslijn alleen. Oh, hello. Hello. 68 to Aldwych. Cold Harbor Lane. Ik ga gewoon weer rechtdoor. Hallo. Denmark Hill, Camberwell Green. Binnen. To Aldwych. Will wait here whilst drivers are changed. Oh? Ik zie hier anders geen andere driver hoor. Hey, driver. Hi. To Aldwych.
Ik ben inmiddels zo laat dat ze niet eens meer opmerken. Timing point. Medler Street. Ik ben echt benieuwd hoe hard je moet rijden om die timing te halen. To Aldwych. Wyndham Road. To Aldwych. Ik heb soms het gevoel dat die stoplichten een beetje van de weg afgekeerd staan, maar dat kan eigenlijk wel. In de meeste gevallen heeft Ryze een soort visible alliance neergelegd. Bowyer Place. Ga je een dansje doen? Wil je kijken of je vriendje instappen? 68 to Aldwych. Aldwych. Camberwell Road, Albany Road. Leuk parkje. To Aldwych. Rood is een mooie kleur, groen vind ik ook niet leuk. Westmoreland Road.
Hello, driver. Hello. Aldwych. East Street. Oops. So it's more by hit than by wit, I guess. Ben ik weer verkeerd gereden. Let's see. Volgende onze East Street moeten zijn. Oeps. Ja, mag door. Oh, no. Still on the right track. Aldwych. Schiet dan ook op. Hurry, hurry, hurry. Aldwych. Larkham Street. Larkham Street. Oh, er moeten wat gebouwen verrijzen. Dat, Hello, boy. Aldwych. Haygate Street. Haygate Street. Okay. Ja, dat zijn JPG-gebouwen die daaruit de as verrijzen. En voor een aantal constructies heeft Raj JPG's gebruikt. En ik weet niet of je het weet, maar mocht je het niet weten, JPG's zijn gecomprimeerde pictures. Hè? En die moeten dus eerst uitgepakt worden alvorens ze getoond kunnen worden. Dus op het moment dat OMSI zo'n gebouw activeert, moeten ze eerst de textures worden uitgepakt en dan kan die pas op het gebouw plaatsen. Dus JPG's lijken wel lekker licht, maar ja, ze kosten veel meer processortijd en leveren vertraging op. Elephant and Castle Station. En toen? Oh, we gaan hier naar rechts. Elephant Castle Station. Yeah.
Ja, ja, we mogen. Ik denk dat we daar moeten zijn. Die staat zo gretig te wachten. Nou, nou, dus niet. Hoe we dan daar zijn? 68 to Aldwych. Sorry jongens, ik moet heel even stoppen. Oké, ik ga rechtdoor. Mooi. Tenminste, als dit rechtdoor is. Elephant and Castle, London Road. Oh ja. Oh. Toch even langs. We gaan gewoon even. Oh ja, kijk eens even. Oeh, daar zijn. Ja. Zo. To Aldwych. St. George's Circus. Nou, de namen worden steeds mooier. Albus. We gaan gewoon daarin. Zo doen. Oh, iets te veel. En dan hierin. Lijkt mij dan. Oeps. Dat was even left hand drive, sorry. Spontaan ineens. Ja. Ja, zo zie je maar. Het is een soort oerdrift is dat ofzo. En die denkt, ah, je rijdt op mishalte, hè? Dan moet je stoppen. Oh, verkeerde kant. Morning, sweetie. Hallo. To Aldwych. Ik zie het bijna niet meer. The Old Vic. Bloody hell. Oh my god. Gunrun, he's calling us like the Glatlas.
Ah, niet zo, jongens. To Aldwych. Waterloo Station, Tennyson Way. I must say, your driving is impeccable! Nah, I'm very joking. Can you stop the bus, please? I want to get off before I fall off. Ja, soms moet je een beetje pragmatisch zijn, hè? Aldwych. Alleen, waar is Aldwych? Ga er even vanuit dat het die kant op is. Ik weet het echt niet. Oh ja, daar. Oh, all buses. Waterloo Bridge, South Bank. Ah. Dat is leuk, hè? Best wel veel passagiers en die instappen en terwijl de Eindhoven op loopafstand ligt. Dus of die Londenaren zijn super lui, dat kan natuurlijk ook. Lancaster Place. Of die haltinstellingen zijn niet helemaal reëel. En toen. Oh, we gaan hier naar rechts.
Aldwych Drury Lane. Ja, dan ga ik hier dan alweer. Ja, ga jij. Aldwych. Aldwych. Dat liedje kennen we al. Kijk, we zijn er. Oh, we begonnen al te laat. Nou, dat is mooi. dit was dus, ja, dit was de nieuwe kaart Londen. Ja, voor de rest in deze rit geen diepte-analyse of zo. Dat heb ik in de vorige al gedaan. Ook dit vond ik eigenlijk wel best een leuke rit. Je zag onder de weg wel her en der wat stutters, maar niet echt onoverkomelijk. Laat ik even de deur openen. En mijn motor uitzetten. Ik vind het een goede map om op te rijden. Hij moet nog wat verbeteringen hier en daar, maar voor de rest is het een aanwinst. In 68 to Aldwych. Wil je me niet onderbreken? Nee, voor de rest is het de aanwinst in de Omsbibliotheek. Oh ja, nog even deze. This bus terminates here. Please take all your belongings with you. Dat hebben we ook gehad. Ik zou zeggen, ik hou het voor vandaag voor gezien wat betreft video's, omzien alles. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Ciao.